Dacia De Haag, goedemiddag, spreek met Paul de Jong. Goedemiddag, spreek met je Jansen uit Rotterdam. Goeiedag. Ik bel voor een auto die op Marktplaats staat, een BMW uit 2010 geloof ik. Even kijken hoor. Een zilvergrijze. Ja, een 325 Sport Edition automaat. Ja. Ja, dat is hem. Heb je die nog staan? Ja, die heb ik nog staan. En kunt u wat meer vertellen over de status van de auto, et cetera, hoe de auto ervoor staat? Super nette auto, interieur nagelnieuw en voor de rest 161.000 kilometer, ja, dat zie je er absoluut niet aan af. Is die dealer onderhouden? Ja. Oké. En er staat een prijs van 16.250, of niet? Mm-hmm. Is dat de laagste prijs of is dat nog onderhandelen? Ja, praten kan altijd, hè, maar ligt er al wat je verwacht, hè? Ja, ik moet hem natuurlijk ook wel in het echt zien. Bezichtiging en proefrit, is die mogelijk eventueel wanneer vandaag of wil, morgen? Ja. En is dat vrijblijvend? Absoluut. Ik zit te denken eind van de middag, maar ik weet niet tot hoe laat jullie er zijn. Wij zijn er tot 5 uur, maar de laatste mogelijkheid voor een proefrit is 4 uur. Oké, dat is over een klein half uurtje, ja. Ja, proefrit is maar een kwartiertje. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, ik rijd zelf ook een BMW, maar die wordt binnenkort verkocht. En ik ga er even naar de agenda kijken met afspraak voor vandaag. Maar mocht het goed uitkomen, dan wil ik vandaag wel even langskomen. En anders wordt het begin van de week, denk ik. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Mijn naam is Paul. Oké, dan bel ik daar nog even over Paul. Is goed, dankjewel. Oké, bedankt hè. Bye.